Het bijzondere is dat hier dus voor het eerst, in Nederland tenminste, Sinterklaas een zwarte dienaar krijgt die ook op een paard zit en over de daken gaat. Een paar jaar later verscheen er een volgende editie. Kijk, die kun je heel duidelijk zien. Daar is het ineens een Moorse page geworden. Dat is de kleding van 16e eeuwse Spaanse edellieden. Dat kun je ook gewoon op allerlei schilderijen zien. Al die Spaanse edellieden dragen dat soort pofbroeken. Dat is weer een directe verwijzing naar Spanje. Sint Moderne Stijl is een bisschop. Die komt uit Spanje. En hoe herken je een bisschop die uit Spanje komt? Aan een moor die hij bij zich heeft. Albertine Tijn beschrijft hoe hij in 1828 al op bezoek is in Amsterdam bij een Italiaanse koopman. En daar komt hij voor het eerst zo'n zwarte knecht tegen in gezelschap van Sinterklaas. Het blijkt dat inderdaad in Noord-Italië die traditie al bestond. Die beelden van Mooren, en die zien er precies zo uit als onze Zwarte Piet van Navelag. Die zie je al vanaf de 13e eeuw, en dat loopt door tot nu. Die zijn dus gemaakt voor ons koloniale verleden begon. Bovendien vind je die afbeeldingen van Mooren, dus precies zoals wij Piet van Navelag zien, met oorringen, met volle lippen, met kroeshaar, donker. Ook in landen zonder een slavernijverleden. Daar figureren ze tot vandaag de dag in stads- en gemeentewapens. In de hele Sinterklaasgeschiedenis, in de praktijk, maar ook in de kinderen, literatuur, in een andere literatuur, is er geen enkel bewijs dat Sint-Nicolaas een slaaf in dienst heeft. Mooren zijn eeuwenlang in strijd geweest met katholieke Europa. Dus dat koppel wat je ziet, die bisschop en Moor, die verbeelden eigenlijk die aloude Europese strijd tussen christendom en islam. Dankzij deze heilige Mauritius was eigenlijk iedereen in Nederland wel bekend met afbeeldingen van Mooren. En hem kom je ook regelmatig tegen op schilderijen. 15e, 16e eeuw. En op een gegeven moment was hij de schutspatroon van het Heilige Roomse Rijk. En hij was dus een held. Echt met cultstatus. Bisschop is duidelijk, katholicisme. Moor is vertegenwoordigd de islam. De sinaasappels die Sinterklaas meeneemt uit Spanje, dat is waarschijnlijk nog een heidens symbool. Dat het staat voor vruchtbaarheid. Hetzelfde geldt weer voor de roep. Waar komen die schoorstenen vandaan? Het is een tijdmachine. Die traditie neemt je mee terug in de tijd van de derde eeuw naar vandaag de dag.